Hein, ja. We hebben de natuur getrotseerd en we zijn op een prachtige plek uitgekomen op de Ossenbroek. En hier, nou ja, ik ben zo verrast. Hier ligt een prachtig, nou ja, hoe noem jij het? Ja, het is een soort vredige man die heel tevreden is en die hier... het is een soort slapende reus of zo, maar hij geeft wel hij straalt wel vriendelijkheid af. Ja. Ja. Een slapende reus, lekker hier tussen de bomen in de rust. Voor 4 jaar terug kwam ik hier ieder jaar langs gefietst. En dan zie je die prachtige stronk liggen, want hij is door de natuur is hij omvergewaaid. Dit is gewoon een van de bomen die hier omgewaaid is. Ja. Een van die prachtige... Ja. Ja. Mooie grote oude bomen die hier staan. Precies, oude Amerikaanse eiken, ja. Ja. En die lag hier, dat is 4 jaar geleden gebeurd. En dan kom je hier iedere keer langs gefietst. En dan denk je, oh, een mooie stronk. Maar verder denk ik niet na, maar zo werkte dan denk ik bij een kunstenaar. En ineens dacht ik vorig jaar, verrek, daar moet ik iets mee. Omdat ik zoveel aan van zand maak. Ja. En toen heb ik mijn troffertje gepakt en mijn emmertje water en toen ben ik erheen gegaan en toen ben ik gaan creëren en ik voelde in mijn gedachtegang van daar moet een soort oude wijze man uitkomen die vredig en de rust uitstraalt en dat is dan ook gelukt zeg maar het gezicht is gemaakt van de grond die er aan die wortel zat dus ja. Ik heb dat wel eens vaker gezegd. Ik heb zelf het gevoel dat ik een van de weinigen in de wereld ben die met moeder aarde werkt. Die met de zwarte grond werkt, waar je ook sla mee zaait, zeg maar. Dus je hebt er in feite niks aan toegevoegd, maar je hebt in feite eruit gehaald wat erin zat. Juist, het zat er al. Het zat er al. Het zat er al, alleen je moest het even tevoorschijn halen. Juist, dat is het. Ja, zo voel ik het ook. Ja. Heel veel van jouw kunstwerken zijn vergankelijk, zoals je zelf zegt. Ja. Hoe lang is deze mooie slapende reus hier nu al op de wereld? Nou, dat is een goede vraag weer. Ik heb dit vorig jaar gemaakt en toen heb ik heel veel reacties gehad van dat mensen het zo mooi vonden en verrassend, vooral het woord verrassend, dat zoiets ineens ergens staat, weet je wel, op zo'n prachtige laan. En toen dacht ik van de lente, want dat is de eerste keer dat ik een zandsculptuur weer opgeknapt heeft, want natuurlijk heeft moeder natuur van de winter zijn vergankelijkheid erop neergestraald. Ja. En het zag er eigenlijk niet meer echt uit, maar ja, zelfs dat is mooi, want vergankelijkheid kijkt ook mooi. Maar toen dacht ik bij mijn eigen, voor de eerste keer van mijn leven, nadat ik 15 jaar zandsculpturen maak, ik ga hem nog een keer een facelift geven. Dus ik heb hem nog een keer opgeknapt. Ja. En een beetje bijgewerkt. En heb je er dan nog iets aan toegevoegd of weggehaald weer? Ja. Of alleen maar verfrist? Ik heb er aan... Ik heb verfrist sowieso. Maar ja, zoals met de mensen ook. Hè. Er zijn mensen die denken van... God, ik moet een keer iets doen aan mijn gezicht. Want er is niet... Maar anderen laten het doorgaan. Ja. Maar ik heb daar... dit jaar een houten hart bijgevoegd. Dat is een heel oud hart. Dat zit tussen zijn hoofd. Ja. En ik had hier een figuurtje, die eigenlijk een kind is dat meer, die naar die slapende reus wil, weet je wel. En daaronder had ik ook een kind, die wou ook omhoog. Maar ja, daar heb je het weer. Mijn werk staat in de natuur en daar kan iedereen bij. Dus soms worden ook wel eens dingetjes van mij vernield. En daar heb ik wel mee leren leven, zeg maar. Ja, want dat is inderdaad een risico als je gewoon langs de openbare weg iets maakt. Ja. Dat is er inherent aan, ja. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Ik herken je werk inmiddels uit duizenden. Als ik ergens iets zie staan, een mooi houtsnijwerk of een mooie zandsculptuur. Ja. Maar er staat ook nergens een bordje van deze slapende reus is gemaakt door. Nee. Hoe weten mensen dat dan? Of vind je dat minder belangrijk? Nou, op zich is het niet belangrijk, denk ik. Maar doordat ik het al jaren doe en in de regio, zeg maar, in de verre regio, dat mensen, dat moet wel van Hein Aldenhoven zijn.
zo gaat dat dan. Ja. Wat ik ook wat bemerk is, en dat doet mij dan zo goed, weet je wel. Als ik, soms ga ik even kijken, dan komen er toevallig net weer fietsers langs, ook toeristen. En die stoppen dan even en dan zeggen ze, wauw, weet je wel. En dan denk ik bij mijn eigen, ja, dat is toch mooi, ja. Dat is een compliment, hè? Ja. 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 Want ik wil toch even vragen. Sommige mensen, sommige kunstenaars, mm-hmm. verdienen handenvol geld aan hun kunstwerken. Ja. Dit is moeilijk te verkopen, hè? Nee. Nou, ik heb eens geprobeerd om achter op mijn fiets mee naar huis te nemen. Is niet gelukt. Niet gelukt. Maar dat klopt, ja. Mijn werk, mijn werk vergaat weer. En dit, dan ben ik ook niet zo mee bezig van om daar geld mee te gaan verdienen, zeg maar. Het is gewoon de natuur. Ja, zelfs de dieren, ik heb het gevoel dat zelfs de dieren die hier rondlopen er gewoon af en toe van genieten. Denk ik. En als jij dat denkt, dan is dat vast zo. Dankjewel, Heine. Bedankt. Ja, dankjewel.